Neuromarketing is eigenlijk de kennis van het brein uh, toepassen op uh, wat, wat jij als consument koopt en uh, ook hoe je koopt. Nou, een aantal dingen die raken een beetje omgevingspsychologie en een beetje neuromarketing. Maar dat is bijvoorbeeld het effect van kleuren en van uh, teksten. Nou, een van de dingen is op het moment dat je. Iedereen die uh, voortaan naar de menukaart kijkt, gaat daar anders naar kijken. Maar een van die dingen is op het moment dat je iemand een euroteken laat zien. dan zie je letterlijk dat in het brein de insula oplicht. En de insula is eigenlijk het gedeelte in het brein. waar mensen ook pijn ervaren. Jij gaat lachen, maar het is echt serieus waar: dat op het moment dat uh, in grote groepen we bekijkt, dat mensen een euroteken zien, mm -hmm. dat, mensen, dat hetzelfde gebeurt als dat je in iemands arm knijpt. Dus dat, uh, denk ik je denkt, auw, ik moet betalen. <laughs> ja. Maar dat willen we natuurlijk helemaal niet. Dus we willen natuurlijk dat, uh, dat de gast of klant het als prettig ervaart om ergens te verblijven en dat hij wel geïnformeerd wordt over de prijs die hij moet betalen. Maar een van de adviezen die uh, consumetics eigenlijk altijd wel heeft is, Haal die eurotekens van, uh, van het menubord af. Oké, okay, en dan ja. komt daar dus letterlijk gewoon euro gespeld te staan? Niks. Er staat gewoon 3,00 of 3, streepje. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, dat, uh, dat is wel een heel interessant feitje. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk, als je naar alle uh, grote organisaties kijkt... werken bijna nooit met, uh, met eurotekens. Het mm. enige wanneer we het wel... Wel eens aanbevelen uh, met Cosmetics Het is andersom. Als je juist wil laten zien hoeveel besparing er is. Dus iemand loonsverhoging krijgt. Of weet ik van wel. je 100 euro loonsverhoging. Dan kan je wel ja, heel erg benadrukken. Of daarmee bespaart u 10 euro in uw ja, aankoop. Dan kan je het okay. wel uh, duidelijk benadrukken. Tof. Ja. Heb je nog meer wel van dat soort toffe voorbeelden? <laughs> framing bijvoorbeeld is, uh, is natuurlijk vrij populair. Ja, zeker.